Hij eet er maar één op en hij maakt er 13, hij maakt er totaal 13 dood. Ja, dat is gewoon een seriemoordenaar. Er speelt zich op dit moment een groot drama af in de weilanden van Drenthe, Friesland en Overijssel. Sinds de terugkeer van de wolf in Nederland zijn er in dit gebied tientallen landbouwhuisdieren aangevallen en gedood. Met als triest dieptepunt de maand augustus, toen de wolf meer dan 50 keer toesloeg. Nou ja, ik kwam hier 's morgens aan en toen lagen hier in de buurt zeg maar, de eerste dooien. En toen ging ik een rondje rijden met de auto even door het land heen. Ja, en toen kwam ik natuurlijk overal dooien en gewonde dieren tegen, zeg maar, door het hele land verspreid. Er zit nog een sloot tussendoor, daar lagen er ook een paar in. Ja, op die bewuste dag kregen we een telefoontje van liggen meerdere dode schapen bij jullie in het weiland. Dus daar zijn we meteen heen gereden en daar troffen we inderdaad 3 dode schapen aan. En 8 schapen die ernstig verwond waren. Nou, dan weet je meteen van hier is de wolf geweest. Hij verscheurt de dieren, toch? Ja, hij scheurt de buikwanden open, hij maakt de luchtpijpen, bijt hij door de midden. En bij de poten grijpt hij ze, die met meestal gebroken poten hebben altijd, gebroken heupen, al dat soort zaken, zeg maar. De tactiek is deels in een hoek drijven, er eentje grijpen, doden, deels opeten. Totdat ze weer gestoord worden door een ander dier of door een ander schaap. Laat ze dat schaap laten ze liggen. Dan zijn ze vergeten waar dat schaap ligt en dan pakken ze weer een nieuwe. Sta je dan ook in tranen echt hier daarna te kijken? Ja, zeker weten, ja. Ja. Vooral die gewonde dieren die dan nog levend met ingewanden ernaast eruit hangen, nog rondlopen. Ja, dan wil je het liefst direct dat de veearts komt. Ja, zo werkt dat altijd niet. Ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Dat de wolf juist in dit gebied toeslaat, heeft ermee te maken dat er weinig wilde dieren zijn. Daarom is hij gretig op zoek naar voedsel. Er worden niet alleen schapen aangevallen, maar mogelijk zelfs koeien. Dit is de koe waar het om gaat. Vorige week voor 14 dagen, toen waren we een paar dagen weg. En toen werden we woensdagmorgen of dinsdagmorgen opgebeld door onze zoon. Dat er een koe was die had een rare verwonding op de rug. 2 koeien van Roel Gorten werden in augustus ook aangevallen. Onderzoek moet nog uitwijzen of dit daadwerkelijk door de wolf is gedaan. Al twijfelt de veehouder daar niet aan. Deze koe is niet zo erg beschadigd, maar je kunt hier allemaal puntjes zien. Net als de tanden zijn van die strepen. En hier ook. Net als hier hoektanden ingezet zijn. Dus we gaan er gewoon vanuit dat de wolf is. Want wat voor dieren moet het anders doen? Wat zegt dat over die wolf die hier dan rondloopt, dat hij mogelijk zelfs koeien gaat aanvallen? Nou, dat hij grote honger heeft en dat hij nergens eruit wijkt. Ik zeg ook maar zo, de McDonald's is hier nog los, dat de schapen buiten lopen. En als alle schapen weg zijn, wat gaan ze dan doen? Je zult maar in je tentje liggen hier op een mooie avond op een mooie camping. Ja, zeg het maar. Moet er eerst iemand gebeten worden? Of hoe gaan we dit doen? Het houdt niet op. En je houdt, als er geen eten is, als ze alle reeën al opgegeten hebben, ja, dan beginnen ze toch ergens anders aan. En ik hou mijn hart vast voor wat er dan een keer gepakt wordt. Jij hebt een hek aangeschaft wat de wolf eigenlijk zou moeten tegenhouden, toch? Ja, ik weet zeker als ik onze hond hier bij lange zou laten lopen, bij mijn grote bende zijn hond. Maar die gaat er niet in. Maar die wolf wel schijnbaar. Dus die is waarschijnlijk nog wat harder of zeg maar. De onderste draad moet 20 centimeter van de grond zetten en dan moeten ze zo 20, 30 zeg maar. Dus als hij de hoofd eronder wil zetten, dan krijgt hij als het goed is alsnog een goede klapstroom, zeg maar. Ja, en wat is dat dan, een goede klap? Nou, hier staat nu 7 kilovolt op de draad. Wat gebeurt er als hij of jij of ik dat aanraakt? Nou, dan krijg je wel zo'n serieuze klap dat je denk ik door je knieën gaat. Ja. Natuurorganisaties pleiten sinds de terugkeer van de wolf in Nederland ervoor dat het dier, dat een beschermde diersoort is in Europa, zich in vrijheid moet kunnen voortbewegen. De vraag is alleen, als je de verhalen van deze boeren hoort, hoe lang dat standpunt nog te verdedigen is. Wat hier een beetje gebeurt is dat hier opnieuw een soort tegenstelling tussen stad en platteland is ontstaan met die wolf. Hè? En laten we zeggen dat er een heleboel natuurliefhebbers zijn in Nederland die het eigenlijk fantastisch vinden dat de wolf als een soort hoofd bovenop de voedselketen weer terug is. Dat is natuurlijk op zich ook prachtig dat het zomaar kan. Alleen dat heeft wel zijn effecten. Wat moet er dan gebeuren? Wegjagen die ding. Aanmaken. Ja, we hebben ze voor 150 jaar geleden weggejaagd hier omdat we ze niet hebben wonen. En nu halen we ze weer terug. Je kunt toch niet
pas ingrijpen als die wolf een mens pakt, dat het dan pas een probleemwolf wordt. Dat beleid moet gewoon anders. Gewoon afschieten, weg met die ding. Laat ze maar naar de Rusland gaan, ruimtezaad. Niet hier. Er moet beleid komen. En hij moet wat ook nog veel goedkoper is, een hekwerk om die wolven heen in de natuurgebieden waar zij hem willen hebben. Of gebieden opzoeken waar wel wild is, maar dat is hier niet. Hier past hij niet in dit gebied. Denk jij dat dit een beeld is wat gaat verdwijnen in het Nederlandse landschap? Ja, dit gaat helaas verdwijnen, ja. Ja, daar zijn we erg bang voor. Dat dit menig schapenboer waar de wolf is geweest, stopt al met schapen houden, stopt met zijn hobby, dan wel niet zijn inkomsten. Dit gaat zorgen voor erg veel stoppers onder schaaphouders.